Na exact 170 dagen van afwezigheid bestaat de kans dat we koning Albert en koningin Paula opnieuw te zien gaan krijgen. Op een galaavond van de Stichting Koningin Paula op 14 november. Ze zijn dus blijkbaar aan de beterhand na hun verplichte rustpauze in hun toch al rustige pensioen. Koning Albert heeft 15 opdrachten dit jaar gedaan. Zijn gepensioneerde collega, prinses Beatrix, maar liefst 10 keer zoveel. Wat doen ze precies? En vooral, hoe vaak? Royals op rust. Kaas kopen in de supermarkt. Voor u en ik doodnormaal. Maar wanneer koning Albert en koningin Paula het doen, gaan de amateurbeelden het web rond. Het is dan ook van eind april geleden dat we Albert, 81, en Paula, 77, gezien hebben. Ze nemen hun pensioen erg letterlijk en gaan vooral op reis. Dat zorgt in dit land voor kritiek. Ik denk dat het pensioen van Albert en Paula zich het best laat samenvatten door de woorden van wij twee tegen de rest van de wereld. Ik bedoel, het lijkt alsof alle banden plots doorgesneden zijn met het Koninklijk Paleis, met de functie, eigenlijk ook met het volk, want er is geen enkele gelegenheid meer waardoor je zou kunnen denken van goh, de koning zit toch nog in met zijn landgenoten. Samen hebben koning Albert en koningin Paula dit jaar een 15-tal publieke taken gedaan. Onze nationale feestdag laten ze aan zich voorbij gaan. Nochtans krijgen ze jaarlijks nog wel zo'n 172.000 euro dotatie. Mesdames, messieurs. Kun je inderdaad gewoon de centen opstrijken en zeggen en voor de rest salut aan de kosten. Het is een beetje een rare houding, vind ik. Het gaat toch om continuïteit, om de monarchie. Dus je verwacht toch een zekere loyaliteit. Oké, je kan troonsafstand doen, maar dat betekent toch niet dat je zegt van oké, ja, dat was gewoon een job. Ik heb mijn deel gedaan en voilà, bekijk het nu maar. Maar omgekeerd, moet koning Philip zijn vader dan geen duidelijke taakomschrijving geven? Ik denk dat er best iets zou kunnen gevonden worden waardoor zij toch nog af en toe wat representatieve taken uitvoeren. En ik denk niet dat iemand daar een bezwaar zou tegen hebben. Sinds de troonwisseling zijn ze vaak in Frankrijk en Italië. Nu zijn ze door gezondheidsproblemen terug in ons land. AVTM zei de vorst vorig jaar dat hij het moeilijk heeft. Ik voel me tamelijk goed, ja. Een beetje zwak toch. En ik hoor niet meer goed. Ik heb moeilijkheden om lang te wandelen, om trappen op te gaan. En dus het is een van de redenen waarom ik dacht dat ik moest misschien afscheid nemen. Albert is onlangs weer geopereerd aan een goedaardig gezwel op de neus. En Paula moet rusten door hartritmestoornissen. Degene die wel nog actief bezig is, prinses Beatrix van Nederland. Op haar 77ste doet ze gemiddeld zo'n 3 activiteiten per week en dat voor een dotatie van 432.000 euro per jaar. Onlangs werd Beatrix gevraagd van, goh, u zult het nu wel rustiger hebben. Nou, in tegendeel, zei ze, ik heb het alleen maar drukker. Maar gaandeweg het gesprek bleek wel, ze heeft het vooral druk met haar kleinkinderen. Zo heeft Beatrix er 8 rondlopen. Samen met haar zoon Willem-Alexander bepaalt ze welke activiteiten zij op haar neemt. En dat mag best een lange afstand zijn. Onlangs nog in het Amerikaanse Boston. Beatrix was als koningin natuurlijk al een beetje een kunstenkoningin, beeldende kunst, dans bijvoorbeeld. Dat zie je nu ook aan haar agenda. Ze gaat vooral naar de dingen die ze zelf leuk vindt. En dat zegt ook bijvoorbeeld de oude grootmeesteres, die tegelijk ongeveer met pensioen is gegaan. De enige keer dat we elkaar nog zien, dat is als ze me een avondje uitneemt, bijvoorbeeld naar een dansvoorstelling. Helaas kan ze niet meer genieten van een pensioen samen met haar man prins Klaus, die overleed 13 jaar geleden. Het verschil met de andere koningsparen die nu met pensioen zijn, is dat Beatrix alleen is. Ze is weduwe al heel wat jaren. En dat is wel een gemis voor haar. Ze heeft het al meerdere keren laten merken. Met prins Klaus zou het nu ook wel anders zijn geweest. Dan zal ze vast veel minder in het openbaar zijn geweest. Even oud als Beatrix, de Spaanse koning Juan Carlos, 77. En voor zijn dotatie van 187.000 euro per jaar zien we hem weinig. Maar als we hem eens te zien krijgen, zoals deze week na 4 maanden afwezigheid, dan valt het op dat het zonder zijn vrouw Sofia is. Het was een publiek geheim dat dat huwelijk niks voorstelde en dat die alleen maar bij officiële gelegenheden dan toch altijd moesten het uithangbord spelen en voor de camera's. Dus ik kan me voorstellen dat je dan echt wel zegt van oef, ik heb nu zoveel jaar toneel gespeeld, nu hoeft het niet meer. Oké, blijf jij daar maar, ik hier en laat het maar zo.
Juan Carlos geniet met volle teugen en pikt zijn oude passie terug op, zeilen. En dat is maar goed ook voor de oververhitte Spaanse monarchie. Maar er is heel duidelijk de keuze gemaakt van kijk, laat je niet te veel meer zien, want dat heeft echt heel slechte repercussies voor ons imago. Je ziet dat Felipe en Letizia echt een nieuw elan gegeven hebben en ik denk dat die noodgedwongen moeten afstand creëren met Juan Carlos, de schandalen, de corruptie. Voor iedereen die met pensioen gaat, vergt het aanpassing. Ook voor oud-koningen en koninginnen. Ik denk dat er een groot verschil is tussen gelukkig gepensioneerden en ongelukkig gepensioneerden. Ik heb het gevoel dat de Spaanse koning als de Nederlandse koningin, nu prinses, zich vrij goed kunnen verzoenen met hun nieuwe leven. Terwijl dat ons ex-vorstenpaard daar veel grotere moeite mee heeft. Zo dadelijk.